ja, Yo mensen, welkom bij deze eerste vlog op mijn kanaal natuurlijk. Super dood dat jullie allemaal kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. En in deze video gaan we natuurlijk iets speciaals doen. En dat is, we gaan naar de Dutch YouTube Gathering toe natuurlijk. Met mijn groepje, dus die ga ik voor het eerst daar ontmoeten. Behalve natuurlijk Thijs, Sam en Anko. En de rest ga ik allemaal voor het eerst zien. Dus we gaan daar afspreken natuurlijk. En dat is zeg maar voor de ingang van de Dutch YouTube Gathering gaan we daar gewoon even ergens afspreken. En ja, maar voordat ga ik natuurlijk even eten, even gewoon tanden poetsen. Zeg maar de dagelijkse dingen die je doet. En ik was even zeg maar Ninja Vegas 18 aan het kijken. Dat is natuurlijk dat event van Ninja die aanwezig was met Fortnite in Las Vegas. Alleen ja, in Nederland was het toen nacht, dus ik heb het ook niet kunnen kijken. Maar hey, leuk aan Twitch is, je kan gewoon lekker terugkijken. Dus dat is super dope. Dus ja, die was ik dus net even aan het kijken. Super dope als je Ninja killt. In een game krijg je bijvoorbeeld deze fight, deze. Die had bijvoorbeeld €5000 gewonnen puur omdat je Ninja hebt gekild. Nou, hey, je zal Ninja ook maar eens hebben gekild. Nee. Helaas krijg ik daar natuurlijk geen €5000 voor. Maar ik dacht van, even chillen, even gewoon even dat kijken natuurlijk. Even gewoon die ochtend inkomen. En ja, voordat we natuurlijk op reis gaan naar Utrecht natuurlijk. Want het is in Utrecht. Dus het is nog van, ik woon in Apeldoorn, we gaan zo meteen Thijs even ophalen en dan moeten we ongeveer, wat is het, 1:50 zoiets naar Utrecht rijden via de snelweg natuurlijk. Dus ja, dat wordt nog even lekker reis en tot die tijd ga ik even, ja, ik ga zo meteen even wat eten halen en dan ga ik hier gewoon weer verder kijken. Dus let's go! Nou, we zijn bij mijn keuken aangekomen, dus laten we maar even wat voedsel gaan maken. Nou, voor eerst natuurlijk hebben we überhaupt brood nodig, dus hier, we hebben fucking veel brood. Zullen we voor een normaal broodje gaan of voor een bolletje? Ik ga voor een bolletje, ik heb daar zin in. Hoppakee, nou, we hebben natuurlijk ook een mooi bord nodig. Hoppakee, grabben we een bord. En weet je wat ik altijd op een bolletje doe, jongens? Dat is echt goddelijk. Probeer het ook als je niet, ja, ik weet niet of je het lust. Maar jongens, ik eet altijd pindakaas, jongens. Altijd. Ik vind dat, ik weet niet, het is gewoon chill om te eten. Ik vind het lekker. Natuurlijk hebben we ook een glas melk nodig, dus laten we die ook maar even pakken. Welk glas is mooi? Deze is scheef, maar het ziet, ja, dat hoort zo. Nou, dat is super geinig, want als mensen hier komen, dan denken ze dat dat glas of zo, dat het niet klopt. Maar zo, ja, dat hoort gewoon zo. Nou, dan gaan we naar de koelkast. We grabben wat melk uit de koelkast. Oh, hij is bijna leeg. Fuck, dan moet ik even naar de schuur gaan. Oh, het is ook weer bijna leeg. Ja, die is op. Nou, de melk is op, dus die moeten we even gaan vervangen. Gooi hem even in de kast natuurlijk, want dit is onze 4-rate cast. Nou, hoppa, in die zak. Nou, die ligt er mooi. Ga maar even naar de schuur toe, want daar ligt zo'n melk. Grab the milk. Tweede koelkast. Ah ja, er staat er nog één. Mooi. Dank u wel. We hebben de melk. Oh my god, dit doet best wel zeer aan mijn vinger. Maar, hoppakee. Nou, dat glas gaan we dan ook maar even vullen. Nou jongens, nou gaan we het broodje smeren en ik zweer het. Ik eet altijd, ja, in de ochtend heb ik nooit echt honger, dus ik eet altijd maar gewoon een beetje. We pakken nu gewoon, als dat lukt, één bolletje. We hebben natuurlijk een mooi mesje nodig. Nou, even, zing, we hebben een mes. Dit is de eerste keer dat ik vlog, jongens, dus verwacht er niet de beste vlog van, want ik doe mijn best, oké. Altijd als ik broodjes snij of überhaupt eet, dan is het altijd een troep bij mij. Dit is gewoon legit van het bolletje net door midden snijden en ik kan het gewoon weer net. Ik kan het ook gewoon niet boven het bord doen, hè. Het is gewoon te veel. Alles wat op het bord hoort, ligt ernaast. Ja, dat ben ik gewoon met eten, ja. Nou, dan. Nou, het ontbijtje is klaar. Mooi, ik heb gewoon één bolletje en natuurlijk een glas melk. Nou, gewoon chill om de dag natuurlijk te beginnen. Ontbijt, jongens. Altijd de belangrijkste maaltijd. Maar ik heb nooit echt veel honger, dus ik gooi altijd gewoon één broodje. Ook als ik naar school ga. Ik zit wel te twijfelen om even naar buiten te gaan. Want ja, dat is natuurlijk, het is mooi weer. Nu moet je er nog lekker van kunnen genieten. En mijn moeder zit buiten, anders zit ze helemaal alleen. Maar anders ben ik weer de terrorkind, weet je, wat die de rust gaat verpesten. Maar laten we maar gewoon de terrorkind uithalen. Let's go. Nou, het voer is naar binnen gewerkt. Dus dat leggen we even op het aanrecht neer. Dan gaan we even weer terug naar boven. Want ik wil natuurlijk wel even weer dat nientje gebeuren verder kijken. Want ja, dat is leuk. Kijk, trouwens, spiegel. Trouwens, jongens, moet je één keer zien wat voor lekker weer het weer is, hoor. Weer is. Oké, ja, dat was. Oké, wauw. Het zonnetje schijnt lekker, zoals je ziet. Dus wordt een mooie dag. Er was wel regen voorspeld, alleen dat is pas om, wat is het, 7:00 s'avonds. Dus we hebben tijd. Lekker, hopelijk. Ja, want je moet zeg maar buiten volgens mij ook nog wachten voordat je naar binnen mag. Dus I don't know hoe lang het duurt, maar ik hoop niet dat het gaat regenen. Maar ik denk het niet. Jongens, heel veel mensen van jullie weten niet dat ik lang haar heb gehad. En zo zag ik eruit met lang haar. Hier ben ik natuurlijk ook een beetje, nou, het
Ja, daar gaan we maar niet over hebben. Dat zag er niet heel goed uit. Zo, nou, hoppakeetje, die ligt er ook weer. Ja, ik ga denk ik nog even verder kijken met de Ninja Event natuurlijk. Want dat is, ja, dat vind ik best wel leuk om te kijken. En voor de rest ga ik niet zo heel veel doen in de ochtend. Ik ga zo meteen wel even tanden poetsen nog en dan die broek aan doen. Het is de eerste keer dat ik naar de Dutch YouTube Gathering ga. Dus ik moet er wel natuurlijk flex uitzien voor de foto's. Ja, weet je. Ja, dat is ook weer, ja. Ja, laten we maar gewoon gaan. Nou, zoals je ziet, het is bijna 9:45. Nou, ik moet om 10:45 moeten we in de auto gaan. En dan gaan we naar Thijs en dan gaan we naar Utrecht. Dus ik heb nog een uurtje om alles te doen. Dus we hebben tijd zat. Yeah. Nou, we zijn in Utrecht. Met Thijs natuurlijk. We moeten even lopen, want het is volgens mij daar ergens. Dus nog even een stukje lopen en dan zien we natuurlijk Sam, Anke, Guus zijn er volgens mij al. Dus dan gaan we daarheen. Let's go. Nou, we zijn er. Hey Mello. Dab. Sam, hoe is het? Anke. Guus. Wat leuk om te geven. Wauw, wat de hel. En we zien heel normaal de vlag. Had ik fans op iedereen. Ja, echt. Iedereen doet het. Holy shit. I'm gay. Nou Sam, wat heb ik er zin in? Ik heb er zin in. Smokertje druk. Ik ben gestroopt af geweest, maar mij niet. Dat is waar, dat is waar. Volgens mij horen jullie mij bijna niet, denk ik. Dat is inderdaad best kut, maar... Ja. Maar vader! Is het zo? Hè? Kijk, vorig keer stond Niels hier. Volgens mij stond ik hier. Ja, hij staat er ook. Hey Niels! Hey Niels! Hey! Hey! Nu bij Niels in de rij. Bij Vogel, jongen. Vogelskwaad. Ja, daar staat de enige echte man. Daar heb je hem. Wat een gozer. Hi, Roos, jongen. Ja, lekker met jou? Ja, gaat goed hoor. Ja. Kijk, dat is dus de o zo boze Guus. Wat een gozer. Niels. Zo, jullie stuurt voor de zien wel, hè? Hoe druk het is. Ja. Nou, dit was gisteren dus gewoon 4 uur lang. Dikke rij. Gisteren is alle merch uitverkocht. Nice. En binnen 2 uur bijna 250 posters verkocht. 250? Ja. En er is allemaal kids met shirts lopen. Dus gisteren was ook echt ziek. Ja, ik ga goed. Kijk eens voor. Ja, ik. Ja, dat is kut. Ja. Marco, je moet pressen. Je moet pressen, zo gaat het. Vindt hij dan? Ja. Oké, okay, hij wilt. Hi. Yo, gasten! Mooi. Geweldig. Zullen we een fotootje doen dan? Ja, is goed. Hij moet ook nog, hè? Woe! Nou, ik vind het al leuk hier. Eerste keer. Ja? Is heel leuk. Ja, oké. Okay. Ja, zeker thuis. Voor jou eerste keer, hè? Ja. Ik heb eerst een fan ontmoet. Hey, super dope. Als je het terug ziet, duimpje naar jou. Sam. Kunnen we ergens niet game of zo? Hier, hebben we ook Fortnite of niet? Thijs staat ervoor. Hoor je gaat Fortnite doen, jongens. Ik kom de solo weer even neer te zetten, dat zou wel leuk zijn. Hoor je gaat Fortnite doen, jongens. Ah ja. Nou, gaan we even rondlopen. Want Roy kan nog niet spelen, dus ja, hij moet eerst een set misschien doen. Nee, dat is eigenlijk wel waar. Nou, we zijn nog aan het wachten op Mike en Romano. Zijn die er nu? Ah ja. Nou, zoals je ziet, het is wat minder drukker dan vorig jaar. Hè? Dus ja, dat was wel. Ja. Het wordt wel met een jaar minder, zeg ik eerlijk. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, ja, dat is echt. We gaan. Ik film wel weer als we iets leuks hebben te vertellen. Oh, mooi dit, jongen. Misschien moet even niet die man op de achtergrond hebben. Dank je. Hey, go, hè. En later. Oh my god, hij gewoon zo'n ding hier. Wat een gozer. Ziek.
wij daar ooit gaan zitten. 100k en dan mogen we daar zitten waarschijnlijk. Nee hoor, je mag wel staan met 50k. Echt? Ja. 50k al? Ah ja. Dan moet je zelfs een VIP-kaartje erbij krijgen. Ja, dan mogen we daar zitten. Over een weekje mag ik daar ook zitten. Hij zegt gewoon, ja, ik hoor bij hem. Dan ga ik over. Ja. Ik heb ook 300.000. Dan binnen, lijkt me op de helft. Het is wel lekker weertje. Nice. We gaan naar de Mac toe, jongens. Dus dat we hun meten als het goed is. Pakketjes kwijt. Ja, ik heb een cadeau gewoon gekregen van Jan. Echt ziek. Dus die moeten we straks weer ophalen. En ja, dat is dood. Zal maar naar huis gaan zonder cadeau. Ja. Een sigaretten. Oh, Sam, sorry man. Die moet wel weggooien. Je gaat er weer heen. Man. Nou, we gaan dus naar de Mac. En dan zien we jullie daar wel weer. Ja. Hey jongens. Wat een gozer, jongen. Sam. Ja. Ah, dat voelt goed. Dat voelt goed. Duim weer. Ja, maar dat wil niet. Sam. Er zit die bril nog in mijn broek. We hebben een Pimo bril, jongens. Oh, wacht. Hey, Sam, als je die bij je houdt, die komt uit mijn broek. Oh ja. Oh my god. Dan moet je houdt hem in de broek, jongens. Ja, oh, met de daar gaat hij. Ja, gaat best soms, hè? Kun je niks aan doen. Oh my god, Sam draait om. Sam mag ze aanzetten. Dit ziet er. Je zag het net niet wat hij was. Jij aan het toe was daar. Ik word met een tandpak, man. Geweldig, man. Oh, de. Ja, wel, man. Ik zat 5 handen. Ik heb 1 ook nog niet voor. Lekker smikkelen. Wil van Sam. Lekker dik worden. Hoe is het? Het is een warmte, hè? Ja. Dit nog even? Nou, we hebben het eten op. Iedere buikje is gevuld. Ja, van Sam volgens mij. Ja, vooral die van mij. Maar ik weet nog wel, ik heb eerlijk gegeten, jongens. We zijn ook al bij Dutch Together Gathering. 4 uur vertraging, maar dat mag de dag niet verpesten. Ja, hij was heel laat. Nou jongens, we gaan weer even terug naar Dutch Together Gathering. Even naar Jan en Niels toe en dan piepen we weer. See you, let's go. Yeah. Oké, Sam, hij loopt. Loopt hij? Ja. Waar staat hij? Oh. Gaat er voor hem nu, jongens. We staan het weer op film. Wacht. De flip is sexy. Gaan wij gewoon in de flip is sexy. Alles, al het sieraden gaan af. Wacht even, ja. Ja hoor, Jos mooi. Zo, lekker door de pit. Net over. Oh, god. Heb ik hem al gezegd. Iemand is klaar. Ik zit hier met Dylan van Game for You. En ik heb een vraag aan Dylan. Hoe streng zijn eigenlijk jouw ouders? Mijn ouders denken, ik wil alleen maar mee. We hebben net 15 euro verdiend. 15 euro. Mensen die hier rondlopen. En het is echt, hè? Het is echt geld, het is echt geld. Gewoon 15 euro, hè?
gast. Uit de niets. Van die mensen die gaan naar IJsselo. Ik ben gewoon echt geldvriend. Ik zou checken en zei, ja, het is echt hoor. En die vrouw lacht ons uit, dus... Ja. Ons toe. Nee. We zitten hier gewoon en we krijgen gratis geld. Hoe mooi is dat? Nou jongens, dikke outro. Dit was, dit was de Dutch YouTube kennering. En we gaan allemaal weer vandoor. We gaan onze eigen... Oh, zo moet je filmen, hè? Ja, zo, zo ga je filmen, hè? Oké, allemaal even ons zegje doen. Nou. Ik vind dit leuk eigenlijk. Vind je dat leuk? Ga ik alleen nog niet tegen hem zeggen. Ik weet niet hoe ik dit aan hem moet vertellen. Ja. Maar ik ga misschien een keer vragen. Ja. Ik vond het heel leuk vandaag. Vooral de Dylan te wachten. Schiet op, joh. Wat een kutverhaal. Gaan we ervoor. Gaan we doen. Anker Fokkers, ik ben een 17 jaar oud. Ik ben een jonge boerenjongen. Ik ben in Groningen. Graag. En ja, houdoe. Houdoe, hè. Super. Nou Thijs, jouw... Ik heb Armin gedaan. Ja, hij heeft gewonnen van mij. Oh, ik wil nog één ding zeggen. Nou. I'm gay. Zeg maar nog eens. Hi. I'm gay. I'm gay. I'm gay. Nou, we gaan weer terug naar huis. Zeker. We zetten Thijs even af en dan gaan we weer terug naar huis. We zijn nu onderweg, zoals je ziet, op de snelweg. Dus dat was super dope. Dat was echt dope. Ik ga misschien volgend jaar weer. Dat zien we wel. Maar ik zeg tot... thuis dan maar. Nou jongens, ik ben weer thuis zoals je ziet. Ik ben weer in mijn eigen kamer. Het was echt ziek jongens. Ik heb echt zieke dingen meegemaakt op de Dutch YouTube Gathering. Natuurlijk, die zag je ook in de vlog. Bijvoorbeeld gewoon een gek gesprek natuurlijk met Jan. Gewoon lekker met onze groep op foto geweest. Dat was erg ziek natuurlijk. Linda ontmoet weer. Ik heb zelfs een interview gedaan met Linda. Dat was echt ziek. Dat was echt dope. De eerste keer dat ik echt geïnterviewd ben. Dus ik vond het... Ik was wel een beetje zenuwachtig. Want ik dacht van, joh, ja, ik moet wel iets doen natuurlijk. Maar... Jan heeft me wat gegeven. Ik weet niet of ik dat heb gevlogd dat hij dat me gaf. Maar ik heb dus een gekke Assassin's Creed Origin pakketje gekregen. Nou, ik ga hem even pakken. En ja, dat is super dope. Hij kwam zo naar me toe van, yo, heb je een kast? Nou, op dit moment, zoals je ziet, ja, ik zit zeg maar hier. Dus ik heb een muur. Maar ik ben van plan om mijn bureau, zeg maar hier, nog een stukje hierheen te schuiven. Want ik, zoals je ziet, ik heb hier nog best wel veel plek. En dan ga ik denk ik daar gewoon een grote kast doen. En dan kan ik bijvoorbeeld... gewoon dit pakketje erin doen. Dan kan ik hier gewoon wat dozen of weven wat ik muizen erin doen. En dan heb ik hier gewoon een gekke wand. En ik denk dat ik dat van plan ben. Maar nu gaan we deze dozen even openmaken. Dus ik ga mijn camera even hier neerzetten. Oké, jongens, hier heb je dus de doos. Ik ga hem gewoon even openmaken. Kijken wat erin zit. Ik heb natuurlijk wel een beetje gespied. Dus ik weet hier aan wel wat het is. Alleen ik heb hem nog niet eruit gehaald uit de doos. Dus we gaan zien hoe die eruit ziet. Ik ga er even bij staan. Even zien, hoe ga ik dit voorzichtig doen? Wat is dit, een kaart? Ja, ik heb dus geen Assassin's Creed gespeeld. Nee, daar vroeg Jan ook naar. Maar hey, waarschijnlijk is dat nog ziek om gewoon op de background te hebben. Oké, nou, de doos is uitgepakt. Nou, dit is hem dus. Nou, ik zal even dit voorste plastic ding eraf halen. Nou jongens, dit is natuurlijk het beeldje wat ik heb gekregen op Jan. Zoals je ziet, zit hij op een, wat is het, een leeuwhoofd ding van, wat is het, een soort rots iets. En hij heeft natuurlijk een gek zwaard, een pijlenboog achterop. Dus dit beeld ziet er natuurlijk echt ziek uit. Ik zeg je eerlijk, ik heb nog nooit zo'n iets gehad. Gewoon qua... Ik heb alleen maar eigenlijk dozen van dingen. Dus deze... Ja, ik heb op dit moment nog geen kast achter mij. Dus ik weet nog niet waar ik hem ga neerzetten. Ik denk nog even dat ik dat ga opruimen en dan even tijdelijk daarop zal zetten. En later zal ik inderdaad wel een kast gaan kopen en dan gewoon dat die erin past. Zodat je gewoon een gekke background hebt tijdens video's en streams natuurlijk. Maar hij ziet er wel echt ziek uit. Echt ziek. Super dope. Dus natuurlijk ook een dikke SO naar Jan natuurlijk dat ik dit gewoon heb gekregen. Ik had het gewoon niet verwacht en ik ben super blij mee Jan. Dus super thanks. En dat was echt ziek. We hebben natuurlijk ook een groepsfoto gemaakt die even nu in beeld komt natuurlijk. En ja, dat was super sick man. Ik heb er echt genoten van. Ik ben natuurlijk thuis. Ik heb een lekker glaasje melk zoals je hier ziet. Het was fucking warm weer. Dus ik ga zo meteen even douchen denk ik. Zodat ik even weer opgefrist ben. En daarna, ja, ik zou niet zo heel veel gaan doen. Ik zou hier en daar nog wel wat filmen als ik iets weet te filmen. En anders, ja. Ik ga even douchen, jongens, en dan spreek ik jullie straks weer. Nou mensen, het is alweer de volgende dag. Ik ben net uit bed gekomen en ik was gisteren eigenlijk vergeten om de outro op te nemen. Ik was heel druk met editen. Ik heb de vlog ook al afgeëdit. Dus ja, alleen dit stukje miste ik nog natuurlijk. Dus het is de volgende dag. Ik vond het gisteren super leuk natuurlijk. Ik heb mijn vrienden in het echt ontmoet, dus dat vind ik super ziek. En het was echt een leuke dag. Ook een dikke SO voor de mensen die mij herkend hebben op de Dutch YouTube Gathering. Shout-out naar jullie jongens. En dan wil ik bij deze zeggen, vond je de video leuk? Vergeet zeker een duimpje mogen doen. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je zeker op mijn kanaal. En wil je nou meer vlogs zien? Laat het dan even achter in de reacties. Want ik vind het best wel leuk. Editen vind ik ook leuk. Want in vlogs edit ik wat meer. Dus ja, hey, super dope jongens. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zeg tot de volgende video. Later mensen.